painting. The painter. We've lost the satellite. Hallo mensen, de Painter hier en vandaag een nieuwe video, Free for All. En dat is heel erg leuk, want het is gewoon een hele leuke game mode om gewoon eventjes weer opnieuw te spelen. Net zoals de vorige video was ook Free for All. Alleen vandaag is er geen announcement geweest of zo voor een nieuwe Call of Duty. Dus ik weet nog niet echt precies waar ze het allemaal over hebben. Maar ik denk dat we het even hebben over het wapen dat ik gebruik. En dat is een heel erg goed wapen, vind ik zelf. Dus de HBR3 met nog geen Clickwork Grip, maar alleen Foregrip. Heel veel mensen hebben de Iron Sight, vind ik wapen heel slecht. Terwijl eigenlijk er is niks mis met die Iron Sight. Gewoon goed om te gebruiken. Het is alleen wat groter dan normaal. Het puntje waarmee je echt richt. Dat is wat blokker dan echt bij de meeste wapens. Bij de AK is een heel klein dingetje. Maar bij dit wapen is het op zich een best groot dingetje. Dus voor een beetje afstand. Van afstand van dit wapen spelen is het wel wat lastiger. Omdat het natuurlijk wat groter is. En dan moet je wat meer wat beter richten. Ja, ik weet eigenlijk niet precies hoe je dat moet zeggen. Het gaat pittig goed. 11 kills. Anderen hebben nog maar 9 kills. Hartstikke leuk. En ook nog eventjes over de Borderlands gameplay. Ik weet nog niet precies welke DLC ik moet gaan spelen daarvoor. Of welke story mission of gewoon welke missie ik moet gaan spelen. Dus als er iemand is die Borderlands speelt en die dit filmpje kijkt, schrijf dan even in de beschrijving wat jullie leuk zouden vinden als ik ga spelen live Borderlands. Ik vind Borderlands zelf een heel leuk spel. Ja, het is gewoon een geweldig spel. Je kan er zoveel doen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ik maak gewoon reclame voor Borderlands. Wat maakt het uit? Nog even de gameplay. Kill. Pakketjes. Hoppakeetjes. Ik ben ook een beetje schor. Omdat ik heb last van mijn keel. Maar dat horen jullie waarschijnlijk bijna niet. Zo. Lekker aan het campen hier. Ik ben namelijk heel goed in campen. Nee, grapje. Ik ben niet eens goed in Call of Duty. Toch speel ik het. Ik denk niet meer dat ik verder ga met de Hexit-serie. Want ik heb veel dislikes erop gehad. Omdat heel veel mensen die denken gewoon, ja, Minecraft. Fuck Minecraft. Niemand mag Minecraft tegenwoordig nog. Denk ik in ieder geval. Want heel veel dislikes heb ik gehad. Nou, heel veel voor mijn abonnees, voor de hoeveelheid abonnees en de hoeveelheid views ik heb, vind ik veel dislikes. Maar, dus ik stop waarschijnlijk met de Hexit serie. Maar in de plaats daarvan komt de Borderlands. Maar waarvoor ik dus nog niet weet wat ik moet gaan doen. Dus ik ga daar sowieso wel een filmpje over maken. Over Borderlands, maar nu nog niet. Dus, grappig. Zo, 28 kills. En heb ik 29. En altijd, ik heb gewoon een syndroom dat als ik de 29 kills bereik, dat ik dan altijd iets gaars probeer te doen. Zoals met 3 kogels nog even wat neer te schieten. Ja, en hier stond ik met schieten. Ja, nou, gewonnen. Hartstikke mooi. Tof. Echt tof. Echt geweldig. Ik stop ook echt random met schieten. En dan opeens ga ik weer verder schieten. Dat doe ik zo vaak. Het is echt heel vervelend. Maar dit was de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En tot de volgende keer.